Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an ben The Boot diye bir yer var. Oradayım. Çok güzel böyle görüntüler var. Böyle Noel Bayramı ile ilgili bir şeyler var burada. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz evde Noel Bayramı'nı kutlamıyoruz. Ama yine de böyle buraları göstermek istedim sizlere. Arkadaşım da var yanımda, Zoray'da. Beraber böyle video çekiyoruz burada işte. Onun da bir vlog kanalı var. Onun bilgilerini aşağı tarafa da eklerim. Hollanda'da yaşayan arkadaşlar arkadaşımı da takip edebilirler isterlerse. Laf fazla uzatmayalım, böyle etrafta bir göz atalım. Geef ik gewoon een beetje. Jij wil ook een beeld. Maar gewoon een andere kerstboom. Ja, dat zou leuk zijn. Maar echt, als je doet de energie, denk je, oh, dit is hier, de boom achter mij. Hier, dit is toch echt een boom. Maar ja, waar laag je dat? Niet in huis, wat dan? Of dat aan het plafond daar. Ja, dat is ook leuk, maar dan lopen we meteen tegenaan, want het is wel te hoog. Maar wat voel je? Ja. Het hoort. Nee, dat hoort. Wordt bij de zon. Smijt hij aan de andere kant van de loop. Hey! Wat gaat het? Misschien apart. Apart eten daar. Geen idee. Met stroom en mooi erop. Wat is het? Maar er staat een diep op de deur. Wat? Ik ben hier dol op. Zei, ik kan hier gelukkig van worden. Van mij. Ik zeg nee, ik leef in mijn eigen. Ik had op een gegeven moment, was ik in de Action, hadden ze zo'n glitterbol met een uiltje erin. Ik ben dol op uiltjes en ook ananasjes vind ik ook leuk. En die hadden ze allemaal met goud glitter. Nou, ik heb ze allebei meegenomen. Ja, ik, ik vind dit te leuk. Echt, ik geniet hiervan. Kijk nou, en dat glittert ook nog extra. Ja. Kijk, deze zijn ook leuk. Ik weet alleen niet meer wat voor kleur ik thuis had. Wij hebben thuis nooit... Ben je er niet meer? Nee, eigenlijk niet. Wij hebben nooit kerstversiering thuis of zo, maar bij mijn ouders ook niet. En op een gegeven moment op mijn werk, ik ging helpen
met de kerstboom optuigen, zeg maar. Ja. Weet ik veel dat die dingen zo broos waren. Dus ik pak hem vast, krak, meteen stuk. Daarom heb ik plastic, hè? Want mijn kat doet gewoon zo. Oh ja. Oh, kijk, wacht. Oh, goud. Ja, ik ga voorin. Oh, kijk nou. Van die gingerbread. Stem voor kinderen. Oh, maar ik ben een kind. Kijk nou. Oh, ook glitter. Ook weer overal glitter. Overal glitter. Ja, kijk, mijn handen zitten al onder, ja. Oh ja. Beetje highlight, highlight zo. Highlight, ja. Je ogen zo langzaam. Oh, wauw. Jemig, 109 euro. Ah, jij. Oh, goud. Oh, hij is wel leuk. Oké, oh, wauw. Die paarse. Dat is bij je dingen, hè? Ja, pas okay, zeker bij mij. Logisch. Op power. Ja, logisch, zegt hij. Ik zeg, hier word ik nou oprecht happy van. Zegt hij, ja, logisch. Ja. Oh, jongens, rustig. Jij bent er ook. Ik kan maken. Ze hebben ook witte. Ja, yay. Ja, die zijn ook mooi. Maar ja. Ja. Dat is leuk. Cute. Lekker. Oh, en gouden wel staan. Oh ja. Oh, kijk, die kan je gewoon ook aan je gordijnen of zo doen. Schattig. Yes. Schattig, schattig. Och. Die is wel heel leuk. Zij het ook zo, neem me mee. Ja. Oh. Hey! Oh, ik wil ook mee, maar dit zijn niet kleine. Zo'n mega beest. Oh, zo'n langharige. Nee, zo'n hele grote, die bijna op een hond lijkt. Oh, kijk nou. Ja. Dit is zo'n klein. Oh, er zit er nog eentje achter. Die had ik helemaal niet gezien. Ik had die gekeken. Die heet toch een rokvoer? En hoe heette die? Die zijn er nog kleintjes. Oh, god. Oh, jij bent wel schattig. En een beetje lelijk. Ja, een beetje wel.